Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over beledigen. Nou ja, het woord beledigen zegt het eigenlijk al, dat is iets wat niemand echt leuk vindt. Ik voel me beledigd, ik voel me gekwetst. Maar ik vraag me toch één ding af. Want als beledigen zo erg is, en het wordt als iets ergs gezien, het wordt door de maatschappij en door justitie opgevat als een misdrijf tegen de openbare orde, iets heel ergs, iets heel zwaarwegends, beledigen is erg. Maar hoe kan het dan dat als mensen zo'n tere zieltje hebben, mensen zich snel beledigd voelen en iets doet echt pijn, hoe kan het dan dat mensen het anderen zo makkelijk aandoen? Het zijn van die mensen die als je ze een aap noemt, dan zijn ze zo beledigd, gaan ze naar de politie, gaan ze aangifte doen, want het moet gestraft worden, belediging, discriminatie. Het zijn van diezelfde mensen die na hun aangifte gewoon naar huis gaan, weer inloggen op Facebook en op YouTube en daar haatreacties achterlaten. En niet zomaar haatreacties, maar echt de scheldpartij. Ik vraag me af, waar ligt dat dan aan? Want je weet blijkbaar, het doet jou hartstikke pijn. En je doet het zelf. Dat klopt niet. Of moeten we de conclusie trekken? Nou ja, eigenlijk zijn die mensen helemaal niet zo beledigd. Maar eigenlijk roepen ze alleen maar dat ze beledigd zijn, zodat ze jou de mond kunnen snoeren. Ja, ik ben beledigd, dus jij mag dat niet zeggen. Ja, zelf lopen ze op internet iedereen uit te schelden. Zelfs lopen ze jou zwart te maken. Zodra je wat terug zegt, zijn die mensen beledigd. Ja. Nou, die intenties die deugen niet. En vandaar dat wij zeggen, als je geen probleem hebt, kan je niet beledigd worden. Alles wat anoniem is, alles wat niet specifiek over jouzelf gaat, alles wat geen schade oplevert, daarmee kan je niet beledigd worden. Het wordt pas een probleem als mensen dingen op internet gaan zeggen over jou met je naam erbij. En niet zozeer omdat het noemen van een naam een extra beledigende factor is voor de persoon over wie het gaat, want ja, die weet toch wel over wie het gaat. Nee, het gaat erom dat als er een naam bij staat, dat anderen daar kennis van kunnen nemen en dat anderen hem anders gaan behandelen, dat anderen hem daarmee confronteren, dat hij bijvoorbeeld moeilijker een baan krijgt, dat hij op straat wordt aangesproken, dat hij wordt uitgelachen, dat er wordt opgeruid tot verdere belediging. En dan kan ik me voorstellen van, goh, dat is een belediging. Maar algemene, zogenaamde beledigingen, nee, dat zijn geen beledigingen. Misdefinitie hanteert daarom de absolute vrijheid van meningsuiting die onbeperkt is voor alle uitingen die niet specifiek over een persoon gaan die met naam en toenaam wordt genoemd. Dankjewel.